Paarden draaien de baan op. Start gevallen. Paarden onderweg en de leiding wordt genomen door Jay Cash en Robin Bakker. Aan de binnenkant naast hem houdt het voorbeen ertussen Jolly Di Quattro. Rustige start van Harmonie du Nord en die komt daardoor bijna terecht in het tweede band. Tweede band dat alweer is aangesloten bij de rug van Luit de Vries. Eerste paard dat daar omheen gaat zometeen is de nieuwe import Jamba Vati. Gaat het althans proberen, maar Luit heeft de loop inmiddels ook eronder. En die voorste twee die zijn een stukje weg. Leiding in handen van Jay Cash. Komt de rechte lijn voor de tribune in. Twee ronden te gaan straks nog. Daarachter op de tweede plaats ligt Jolly Di Quattro. Langgerekt veld en de favoriet in laatste positie, Hero der Tals. Zegt allemaal niks, maar het is wel duidelijk wat de tactiek van Bakker aan kop is. Hij wil de hele weg tempo houden, zodat ze van achteraf geen kans hebben. 19-7 is de opening uit de banden. Leiding in handen van Jay Cash, daarachter op de tweede plaats Jolly Di Quattro. Harmonie du Nord is het bandvoordeel kwijt, ligt derde. En daarachter op de vierde plaats ligt Jamba Vati. En Jamba Vati wordt dan weer gevolgd door Juno Day. Achter Juno Day op de voorlaatste plaats, daar ligt Guinness de Janeiro. En daarachter op de laatste plaats Hero der Tals. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Jay Cash makkelijk aan de leiding. Jay Cash, Jolly Di Quattro. Daarachter wordt het gaatje ietsje kleiner naar Harmonie du Nord. En die wordt gevolgd door Jamba Vati. Paard uit de fokkerij van Philippe Allaire. 18-8 de tussentijd. Weg naar de volgende bocht. Het is saai om naar te kijken, want de paarden liggen allemaal achter elkaar. Maar het vuurwerk zal zeker nog komen, want de favoriet ligt laatste en daar zal die niet willen blijven liggen. De eerste die naar het tweede spoor gaat is Jamba Vati. Jamba Vati in vierde positie schuift op aan de buitenzijde. De leider Jay Cash houdt het tempo hoog. Inmiddels ook naar het tweede spoor Juno Day. Daarachter volgt dan Guinness de Janeiro. En de laatste plaats is voor Hero der Tals. Rechte lijn voor de tribune. Eén ronde te gaan nog. Jaap van Rijn kijkt eens een keer naar voren om te zien wat daar allemaal gebeurt. En dan hebben we een positiewisseling, want Jamba Vati neemt de leiding nu over. Tussentijd 14-1. Komt aan de buitenkant met heel veel snelheid Juno Day naar plaats 2. En we gaan de laatste ronde in. Derde plaats erachter voor Jay Cash. Buitenkant probeert Guinness de Janeiro naar voren te komen. Het is eigenlijk een paard dat gebracht moet worden en het laatste stukje gelanceerd wordt. Maar nou gaat het precies andersom. Hij brengt de favoriet naar voren en die wordt straks gelanceerd. Paarden gaan de bocht door. De Z-Turf bocht en dat vindt Jay Cash blijkbaar zo leuk dat hij daar ietsje tempo mindert. Daarachter ligt vast Jolly Di Quattro, die valt wat terug. En Harmonie de Noord gaat van de laatste plaats af naar voren. Daar komt de favoriet aan, aan de buitenzijde. Hero der Tals schuift door naar plaats 3. En ze gaan op weg naar de laatste bocht. Druk van Juno Day aan de buitenkant en die neemt nu de leiding over. Jamba Vati ligt nog tweede, maar dat duurt niet lang meer. Hero der Tals gaat hem voorbij. Tussentijd 12-4 en zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Juno Day probeert uit de greep te blijven van Hero der Tals. Dat wordt een hele klus. Daarachter op de derde plek ligt Jamba Vati. Halverwege de Tjarda-bocht komt aan de buitenkant Guinness de Janeiro daar nu naast. En helemaal aan de buitenzijde is ook onderweg naar voren Harmonie du Nord. Krebas gaat proberen om Jaap van Rijn voor te blijven. Jaap van Rijn zal daar behoorlijk wat werk aan hebben om er voorbij te komen, want Juno Day gaat sterk. Juno Day gaat heel sterk, die gaat sterker dan op dit moment Hero der Tals. En Juno Day gaat hem winnen. Juno Day en Bas Krebas gaan naar huis in 1-14-4 de laatste 500 meter. Hero der Tals komt nog onder druk voor plek 2 en die raakt hij kwijt aan Harmonie du Nord. Derde is Hero der Tals. 16-5 voor de winnaar.